Hallo mensen van Banjotown, ik hoop dat jullie me gemist hebben. We zijn weer terug met een nieuwe top 5 en ik hoop dat jullie kijken. Want in dit kut weer, het Nederlandse weer, gaan wij gewoon even lekker genieten. Top 5. Let's go! Het was weer een heerlijke Banjotown week. Boordevol video's van Jury, Jordi, Rick. Ja, ik zat er helaas niet bij deze week. Ja, dat heb je, hè? Geen hobby's. Laten we gewoon beginnen met de eerste vijfde plek. En die is voor Jury met Town News. De game die zou komen voor PC, Mac en hoop consoles. Ook voor iOS, dat is nieuw. The Wolf Among Us trouwens ook, die is van dezelfde makers. Best wel tof. In ieder geval, deze game heeft een korte trailer en daar gaan jullie nu even naar kijken. Back to how they were? Yeah, I'm not sure when, but one day. I hope it's soon. Op de nummer 4 is geëindigd de Just Dance video. Want ik geloof dat deze heren best wel kunnen meedoen met zo'n programma. All You Can Dance, weet ik veel hoe dat heet. Weet ik veel, ik kijk nooit die programma's. Nou ja, kijk maar. We moeten met z'n vieren zijn. Nee, ik ben toch de enige die speelt? Waar ben je dan? Hoe kan dit? Jordi, tel voor twee. Nee, ik ben gewoon rood. Ik hou mezelf voor, ik ben rood. Hij zegt wel dat het goed is. Wil je niet sporten zo nieuw naar huis? Op de nummer 3 staat onze Jordi. Een programma waarin hij allerlei feitjes vertelt over allerlei games. En ja, je kan er nog best wel wat van opsteken, denk ik. Ga maar even kijken. Op de nummer 2 staan Jordi en Rick met stuiterende ballen. Ze spelen het welbekende spel Portal 2, waarin ze een co-op match doen samen. Maar gaat dat wel goed samen? Zo samenwerken? Nou, laten we gewoon even kijken. Hij doet het. Oké, okay, zeer goed. Zeer goed. Okay. Als jij die even aanzet, dan ga ik er gewoon even in, oké? Okay? Laten we gewoon even makkelijk beginnen. Waarschijnlijk kan ik ergens die laser stilzetten, zodat jij erheen kan. Dat is het plan. Of iets waardoor we die laser af kunnen buigen in dat putje. Hallo. Daar. Zie me zwaaien. Oké, okay, ik kan niet... Oh, wacht. Ik denk dat ik al wat zie. Ja, ik heb al wat hoor, Jordi. Hallo. Er is hier sowieso een knop. Dat vind ik wel mooi. En er is hier een bakje. Oh, je kan nog niet in. Maar ik denk dat ik zo meteen... Op een of andere manier in die bak moet. Want dan kan ik... Ben je naar beneden? Oké. En de nummer 1. Kan dat even dat muziekje weer aan? Ik blij, ik vind hem heerlijk. Ik vind hem zo heerlijk. Ik kan niet wachten om die 1 aan te kondigen. Alleen al door dat vervelende kutgeluidje. Oké, stop maar. Ja. Oké, het was geworden natuurlijk. Elektrische geweren. Ik heb ongelooflijk gelachen en ik hoop dat jullie dat ook doen. Vooral de slow motion acties van Bardo. Kijk even mee hoe Jordi Bardo lekker in de zeik neemt met deze nieuwe dinsdagtip. Ja. En dan moet je vinger moet je hierop houden. Op de trigger. Ja. Ja, haal hem erop. En... Oh. Oh! Jesus! Hij moet er weer op. Ik wil dat hij mijn leven stopt. Ah, oh, nee, nu niet. Op deze donkere, lugubere dag hoop ik dat jullie toch nog hebben genoten van de top 5. En dan hoop ik natuurlijk volgende week weer terug te zijn om weer met jullie te bespreken. Maar ik hoop dat jullie wel achter de mening staan die ik heb gekozen dat die elektrische geweren op nummer 1 staat. Ach ja, je moet het er maar mee doen. Oké, laat een leuke reactie onder. Ik ga ze zeker even nalezen. En dan zie ik je volgende week terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei. Yeah. Doei.